This is not a test, this is rock and roll. Precies, dit is rock and roll. Goedemorgen, lieve mensen, en we zijn weer live. Nummer 41. Uh, alweer, 41 keer op dit prachtige YouTube-platform, wat maar steeds probeert mijn views te drukken, te drukken, want zo gaat dat in de nieuwe wereld. Het gaat vaak niet om de inhoud, maar om mijn naam, waarschijnlijk. Die staat ergens. De boeken als Druk die man naar onder. Dat zie je telkens weer in de statistics die ik bekijk... en vergelijk met de actuele views. Zo telde de, um, de YouTube van de film Het Wind voor gisteren... 16.000 en de dag daarna, s morgens was het... Uh, waren er duizend weg. Maar goed, daar kan je over klagen... maar dat helpt niet hè? en frustreert eigenlijk alleen maar. Dus zie ik het van de zonnige kant, ik ben er nog... en dan kijken mensen... Waarschijnlijk meer mensen als dat we zien. En al keken er vijf mensen naar mijn werk, mensen. Wat mij drijft, dat ik als onafhankelijk filmer een platform heb waarop ik iets kwijt kan. Voordat ik daar maar eens eh, op verder ga, eh, is een proost met koffie misschien wel even veel belangrijker als alles andere. Um, ik hoop dat het uh, jullie goed gaat. Het is een, uh, een nogal een wazige tijd. Hè? Proost, mensen. Ik heb wel echt een uh, robuuste koffie. Dus uh, genieten. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met jullie. Dat vroeg ik net al. Uh, laat het dus weten. Want uh, daar hebben heel veel mensen naar, naar mijn film gekeken. Waarvoor uh, ongelooflijk veel dank. Ik kreeg heel veel reacties. Echt zoveel dat ik ze gewoon niet kan beantwoorden. En dat is mooi. Ik krijg ze over de hele wereld. Mensen die ook tussen windparken leven. In Schotland, in Australië, in Zwitserland, in Griekenland. Uh, in Zweden natuurlijk, in Duitsland, maar ook in Nederland. Um, hele lieve reacties. Ik krijg uh, brieven per post. Ik krijg donaties per post, waarvoor ook ongelooflijk veel dank. Um, dat doet me heel erg goed. Het uh, betekent dat het leeft. Uh, er is heel weinig aandacht voor in de media. Um, maar ik hoop dat dat, uh, dat dat nog op gang gaat komen. En uh, daar kunnen jullie bij helpen door de film uh, te delen. Uh, brieven te schrijven naar politi uh, politicus, uh, um, naar media... Um, ik heb hieronder in de, in de beschrijving het persbericht staan, dat kun je downloaden. Stuur dit door naar je lokale media, stuur dit door naar je politici, stuur dit door naar iedereen die je kent die het nodig heeft om dit te zien. En daarmee kunnen jullie uh, de taak als media overnemen. Misschien is dat een goed, uh... ja, goed plan. Een dikke proost op vrijdag 1 oktober. Natuurlijk. Uh, ik maak een impact, hè? dat is duidelijk. Maar het liefst maak je impact naar miljoenen mensen. En de reden dat ik die miljoenen mensen niet bereik is niet alleen censuur hoor, maar ook omdat ik een niche ben. Uh, ik hou het niet zo vol van, uh, niet, niet zo van uh, massaal tegen de hekken aan met een trekker. Um, ik ben activistisch, maar probeer altijd ergens een nuance te vinden. Als, al, als sta ik midden in een oorlog. Wil ik die andere kant van de oorlog ook begrijpen? En misschien zelfs wel empathie voor krijgen. En empathie hebben wil niet zeggen dat je zelf er ook voor staat of in gelooft, maar het wil zeggen dat je de logica doorgrondt waarin de andere zo anders is. En die vorm van nuance en verhalen vertellen krijgt nu eenmaal minder aandacht bij het volk. Het, het is een niche. En mensen die door. Uh, Hekken rijden met, met trekkers, beledigen, hardroepen en met pistolen voor aan het front staan, krijgen nu eenmaal meer aandacht. Maar ik weet niet, en ik ben zelfs van mening dat dat niet de juiste weg is voor mij om ergens te komen. Het probleem wat ik heb met zulke uh, schreeuwers is dat ze aanvankelijk ergens voor staan, hè, voor hun geloof, voor in hun ogen het goede, en omdat ze schreeuwen. Vaak ongenuanceerd en polariserend krijgen ze een podium. En uiteindelijk gaan ze schreeuwen naar de hand van het podium. Snap je? Daar bedoel ik mee. Um, dat ze niet meer schreeuwen om de inhoud. Maar veel meer om dat plekje op het podium te kunnen behouden. Want ook zij hebben daar op het schreeuwen hun bestaan op, opgebouwd. Uh, en misschien wel hun salaris. En om dat plekje, die aandacht te houden. moet je steeds maar weer. Harder schreeuwen om dat plekje te behouden. Je vorige geschreeuw overtreffen. Dus schreeuwen is je trademark geworden en moet je telkens weer ja, overtreffen. En je ontwikkelt dan vanzelf een oppositie die tegen je ingaat. En daartussen zitten diezelfde typetjes die ook gaan schreeuwen. En die uiteindelijk ook een bestaan opbouwen om jouw oppositie te zijn. Dus het geschreeuw aan beide kanten wordt steeds feller en harder en ontaart zich altijd in extremisme. In haat, in fobieën naar elkaar, enzovoorts. Dus wat, wat aanvankelijk begint bij de inhoud, verandert dan langzaam in vaak onbewust, um, in een conflict, een, een oorlog, een gevecht, en daar wil ik uit blijven. Mensen. En daar zit dan weer de consequentie in dat uh, men wat minder gehoord wordt uh, als je in die nuances zit en wellicht wat minder uh, opvalt. En zo werkt, zo werkt de journalistiek ook hoor. De grootste schreeuwers krijgen altijd het grootste podium. We hebben vaak inhoudelijk uh, weinig te melden. Ja, dat wil niet zeggen dat we schreeuwers niet nodig hebben hoor. Integendeel denk ik. Ik denk zelfs dat ze broodnodig zijn. Je hebt, uh, je hebt harde tegenwind nodig om een flinke wind te kunnen buigen. Maar daarna moet je zo snel als mogelijk weer terug naar die inhoud. Dat is, dat is democratie, hè. Harde botsingen uh, en wereldbeelden... en dan samen kijken waar de waarheid gevonden kan worden... voor die gemeenschappelijke richting. En, daarmee, en, en daarvoor moeten we dan ook wel snel genoeg naar die nuance. Maar dat, mensen, dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Dat is de frustratie een beetje van een filmmaker als ik. Natuurlijk dat je gewoon um, belangrijke informatie in een verhaal... Verpakt, waar je nogal wat werk aan hebt gehad, zelfs risico's hebt gelopen, waar je duidelijk de wonden toont op een integere en feitelijke manier, en dat de media dat dan vervolgens het verhaal links laat liggen. En dan krijg je eigenlijk een falende democratie, hè, dat je mensen niet meer wilt inlichten als er wat te inlichten valt. En nogmaals, ik krijg zo enorm veel mails van mensen die in soortgelijke situaties leven als uh, Alexander Paul. Een tal van anderen die ook geraakt zijn en meer info en debat willen zien over deze thema's. En ook Alexander wordt overspoeld met mails en berichten. naar aanleiding van de YouTube-release. Uh, maar dat zijn dus mensen die door de lafheid van, van de media. nooit een publiek debat zullen krijgen. Dus de, de media weigert het simpelweg, of heeft geen tijd of wat dan ook. Dus we sturen gepersen, uh, gepersen, gepersonaliseerde. Ja, ja. We sturen persoonlijke en nette e-mailtjes naar clubs als Friday for Future, Share Club, uh, Zweedsbosbeheer, de Groene Politiek in Zweden, Duitsland en Nederland. En we krijgen letterlijk mails terug. We gaan dit niet kijken. Dus clubs en, en mensen die zeggen te geven om klimaat, natuur, milieu, groen. die er zelfs geld op verdienen, zijn niet geïnteresseerd in een film die juist daarover gaat. En als dat debat dus door voorgenoemde reden aan de voorkant al niet op gang komt, maar het publiek wel veel vragen heeft, dan gaan mensen zelf op zoek um, en maken hun eigen waarheid. En dat kan of loopt bijna altijd naar extremen, omdat er geen debat is, je hebt geen tegenstanders. En die extremen worden uiteindelijk wel in de media verketterd en als gevaarlijke mensen bestempeld. Dus terwijl de, diezelfde media vaak niet in de gaten hebben dat ze dit zelf hebben gecreëerd. Dus de, de hedendaagse journalistiek komt feitelijk neer op eerst vijanden creëren door ze geen podium te geven. En daarna die vijanden instrumentaliseren en verketteren op hun eigen podium. En het echte nieuws, daar hebben ze geen tijd meer voor. En daarbij komt dan hoe YouTube werkt. Hè. De, 15, de eerste 50.000 views die gaan heel snel. En dan in één keer, poep, stokken de views en gaan plots heel langzaam omhoog en som, soms zelfs omlaag. Terwijl de feedback naar ons toe alleen maar meer wordt. En als er dan geen aandacht komt vanuit de media, sterft het verhaal eigenlijk een langzame dood. Hè, en kan YouTube het gemakkelijk onder de radar houden. En daardoor lopen onafhankelijke mensen als ik inkomsten mis. En als dat maar lang genoeg doorgaat, houdt zelfs ik op te bestaan. Dat gebeurt niet hoor, maar het is maar eventjes een verhaaltje. Hè? Maar dat is zo'n beetje het dodende systeem waar we allemaal in zitten, helaas. Maar er gebeuren ook enorm veel mooie dingen hoor. Niet zozeer op het thema klimaat, maar op, uh, op COVID. Er lijkt een soort positieve, um, een positieve energie over de wereld te waaien. Een energie waar, waarin belangrijke mensen als sporters, muzikanten, artiesten die zich uitspreken over de vaccinatiedwang, over de coronapas. En dat is mooi. Want het zijn vooral mensen die die, die nuance gebruiken. En in een, in een menselijk verstand taal uitleggen... waarom ze geen vaccinatie nemen... of waarom ze de, tegen de coronapas zijn. En natuurlijk is dat de logica wanneer je gevaccineerd bent... je nog altijd COVID kunt krijgen en mensen kunt aansteken. Dus, you know, what's the point? De tegenbeweging is erg groot aan het worden. En je zou zeggen, die geest krijg je niet meer in de fles. En dat klopt. Maar die andere geest krijg je ook niet meer in de fles, want dat zou betekenen dat wereldleiders die pal voor hun beleid staan en hebben gestaan anderhalf jaar, dat beleid nu eigenlijk na anderhalf jaar moeten herzien en ons moeten gaan vertellen: oké okay jongens, jullie hebben gelijk, we zaten er langs. Want als ze dat zeggen, zullen er heel wat rechtszaken en beschuldigingen rechtstreeks naar de staat worden uitgevoerd en gewonnen. En dat zal geen enkele overheid ooit doen. Een zittende overheid zal nooit, maar dan ook nooit toegeven dat het massaal fout zat. En vooral niet in, in zo'n situatie. Hè? En er zijn in de geschiedenis tal van voorbeelden van zulke situaties. waarin overheden pijnlijk fout zaten. Dat ook wisten, maar nooit toegaven. Waardoor een nieuwe complexe en, en zelfs een gevaarlijke situatie ontstond. En dat is belangrijk om. De kracht van um, hoe ik het wel eens vaker heb genoemd, een soft power te begrijpen. Hè? En ik weet, ik heb het al vaker over gehad, maar ik wil, het, ik wil het eigenlijk nog wel even een keertje duidelijk neerzetten, omdat dit vandaag de dag zo belangrijk is geworden. Um, het gaat natuurlijk allemaal om, zoals ik het al vaker zeg, mensenmanagement. Dat moet elke staat of overheid ook doen. Anders zou het land ook in chaos vallen. Dus zit, dat, dat is iets goeds. Er moeten regels zijn binnen de grenzen en mensen simpelweg, uh, om mensen simpelweg in het, uh, in het gereel te kunnen houden. En dat is geen manipulatie van het volk, maar dat is feitelijk risicovermijding. Hetzelfde management en idee achter het, uh, het houden van melkkoeien. Die worden ook gemanaged en niet gemanipuleerd met het idee voor veiligheid, zekerheid en efficiëntie voor de koe en voor de productie. Maar de mens is heel moeilijk te managen. En omdat we onze ziel en geest heel goed met elkaar kunnen verbinden, en daardoor ook kunnen nadenken, um, is dat heel moeilijk. En wat ik vertel, is niet nieuws hoor. Maar um, vooral als je het nu hebt over, um, over deze tijd, he, COVID, met de, 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 de combinatie met ziel en, en, um, en zelfdenken. Um, ik geloof meer dan 100 jaar geleden schreef Rudolf Steiner: In de toekomst zal de ziel worden uitgeroeid met medicijnen. Onder het voorwensel van een gezonde zienswijze zal er een vaccin komen waarmee het menselijk lichaam zo snel mogelijk na de geboorte zal worden behandeld, zodat de mens de gedachte aan het bestaan van ziel en geest niet kan ontwikkelen. Nou, dat wil eigenlijk zeggen. Dus dat je mensen apathisch kunt maken zodat ze makkelijker in het gereel kunnen lopen. Dat was dus Rudolf Steiner 100 jaar geleden. Dus dan heb je het over de creatie van een volgzaam volk. Um, maar eerst moet je de mensen zover krijgen dat ze hiermee akkoord gaan. En politiek gezien zijn er dus twee manieren om deze constructie op te zetten: om het volk gehoorzaam te maken. Hè. Namelijk, de eerste is door, door middel van hard power. En dat is dan eh, militaire macht, eh, sociaal-economische macht, het inzetten van armoede. Eh, dat zijn methoden van haatpower, eh, Noord-Korea. Maar haatpower heeft natuurlijk een nadeel, want het is heel voor de hand liggend en totalitair. En dat wekt een natuurlijke weerstand in ons op, in ons mensen. We houden er gewoon niet van, van nature, om, eh, omdat we bepaalde morele gevoeligheden hebben. Hè. We houden niet van onderdrukking. En we zien het ook niet graag in anderen. En een ander groot nadeel voor de elite is dat haatbouw nogal duur is. Brengt nogal kosten met zich mee. Die betaald moeten worden door de heersende klassen. Dus dat zijn fysieke dingen. Een muur laten bouwen, wapens, gevangenissen, kampen enzovoorts. En daarom probeert men vanaf het begin een manier te vinden om deze morele gevoeligheid van weerstand te ondermijden. Ofwel te onderdrukken. Zonder dat men het eigenlijk in de gaten heeft. En hoe kunnen we een methode ontwikkelen die voor minder weerstand bij het volk zorgt? Um, en dat is, dat is dus wat je vandaag de dag soft power noemt. En dat is vele malen goedkoper. En soft power is toegepast op het vrije Westen. Dat is onderhand allemaal onderdeel van onze mediascholen, NGO's, uh, denktanks. Uh, soft power heeft het voordeel dus dat het op die manier is geconstrueerd. En dit gebeurt al. Tientallen, misschien al langer jaren op subtiele wijze. En die zijn we gaan geloven. Ons psychologisch immuunsysteem, dus weerstand bieden tegen de onderdrukking, ondermijnt. Het ondermijnt de weerstand in ons. En om jullie een heel helder voorbeeld te geven, wat ik al ergens ooit eens deed. Ik ga bijvoorbeeld naar de dokter. En de dokter zegt: Marijn, je hebt nog een jaar te leven. En dan ben ik eh, natuurlijk eh, vol in angst. Maar uiteindelijk accepteer ik de dood. Ik bedoel, er, is, er is niks anders wat ik kan doen. Een half jaar daarna kom ik weer naar dezelfde dokter en die zegt: Het is bevestigd door het trapboud, door allemaal grote universiteiten. Nog een half jaar heb je en dan ga je echt dood. En dan een week voordat ik eigenlijk dood zou moeten gaan, word ik gebeld door de dokter. En de dokter zegt: Marijn, ik heb goed nieuws. Je blijft leven. Maar we moeten wel je been amputeren. En dan ben, ik blij. dan ben ik blij. Dan ga ik nog op dat ene knietje voor de dokter danken. En dan laat ik mijn been amputeren. Maar de vraag wordt nooit gesteld of die arts misschien een jaar geleden al bezig was met de voorbereidingen dat hij over een jaar een been nodig had. Um, dus ik, hij heeft mij zeg maar, in angst gedreven waardoor ik zelf mijn been afsta. En de grap is dat ik de dokter ook nog eens zie als mijn held, omdat ik denk dat hij mijn leven heeft gered. En precies dit is eigenlijk de tactiek van soft power. Het ondermijnt de weerstand in me op een heel geraffineerde manier. En dat principe van soft power zien we vandaag dus terug in klimaatverandering, corona, Black Lives Matter, poedinhaat, um, uh, migratie, Trump. Uh, Enzovoorts. Mensen die niet in het globalistisch perspectief denken... ...worden dus weggezet als vijand van het narratief. En met succes. En dat blijkt de meest goedkope variant van um, mensenmanagement te zijn. En een van de meest invloedrijke communicatiewetenschappers... ...Harold Laswell schreef in de jaren dertig al zijn boek... ...Meningsmanagement is goedkoper dan geweld, marteling of andere controle technieken. En dat baseerde zich op een onderzoek... Wat is uitgevoerd door de cognitieve wetenschap voor de politiek om te kijken wat de goedkoopste manieren zijn van eh, mensenmanagement? Dus dit is een economische afweging om soft power in te zetten en die vervolgens te verfijnen, omdat alleen soft power de natuurlijke weerstand of het immuunsysteem van de mens, het verdedigingsmechanisme, kan verzwakken en ondermijnen, zonder dat de mens dat ervaart of voelt. Um, en de, al de, de basis van dit alles is cognitieve wetenschap. Hè? Dat de mens zich van nature uit niet rationeel gedraagt, maar emotioneel. En daarom hebben wij, zoals we zo zeggen de elite, dan een duwtje in de rug nodig van hen om een veilige en zekere samenleving te kunnen behouden. Dat heeft ertoe geleid dat het publieke discours, dat bij de democratie hoort, inmiddels eigenlijk is vervangen door een. door een. door een psychologische oorlogsvoering. Hè? Maar nu komt het. Soft power is een hoog intelligente bestuursvorm. Waarbij je enorm intelligente leiders moet hebben. die dit spel beheersen en kunnen volhouden. En wanneer we leiders hebben die dat niet zijn. en dan bedoel ik met name op leiders met een te groot ego. of die uiteindelijk net iets te veel macht nemen. waardoor de carrosserie van dat management te zichtbaar wordt voor de burger. loopt het fout. Uh, mensen zien dat ze misbruikt zijn en gaan de straat op tegen overheidsbeleid. En dan kun je soft power eigenlijk niet meer gebruiken. En moet een overheid overschakelen naar hard power. Een land waar je dit heel duidelijk ziet is momenteel Australië, maar ook Nederland en Duitsland hoor. Dus, dus mensen, ja, dat is de situatie waar we in zitten momenteel. En hoe we hieruit komen. Dat kan niemand voorspellen, maar het is hoog explosief. En een van de oplossingen is, um, blijf relaxed, in vrede, zoek de nuance, wie er ook voor je staat of, of wat er ook wordt gezegd. Maar blijf je wel uitspreken, telkens weer opnieuw. En daar zitten risico's aan om je uit te spreken. Je kunt zelfs je baan verliezen. Maar dat is eigenlijk niet erg, want je geweten blijft zuiver en op lange termijn is een zuiver geweten belangrijker dan wat dan ook. Ook ik zei mijn baan op toen ik zag dat het systeem waarin we leefden gebroken was. Dat is inmiddels um, 15, 15, 16 jaar geleden. En ik heb er geen dag spijt van gehad. Sterker nog, het heeft me zo enorm veel moois gebracht. Um, maar ja, mensen, vergeet niet: het zijn spannende tijden. En die kunnen ook mooi zijn. Zorg voor je familie en je eigen kleine stukje wereld, zo goed je kunt. En creëer mensen om je heen waar je je vrij bij voelt, waarmee je kunt praten, waarmee je kunt samen zijn. En weet je, ik ben in veel conflictgebieden geweest, hè, over de hele wereld. En zelfs in de meest verschrikkelijke situaties vind je altijd plekken waar je je veilig waant, waar mensen lachen. Feesten en dansen waar ze hun eigen parallele samenwereld midden in dat conflict hebben kunnen bouwen. Eerlijk. Maar je moet het wel zelf willen zien. En dat mag dan een beetje hoop geven, volgens mij. En ik zou het nu nog kunnen hebben over. Um, over Greta. Ze sprak afgelopen weken in, um, in Milaan. Tijdens de pre-cop. En eerlijk gezegd, het is echt een, een, een secte geworden. Hè? En wat zei ze ook alweer? There, no there is no planet B, there is no planet. bla bla bla. En de mensen gingen massaal uit in dak. En vrijwel alle grote media schrijven de bla 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 letterlijk in titels over. alsof Jezus weer even terugkwam op Aarde. En dat is niet te bevatten. Voor mij in ieder geval. Dus daar, daar ga ik het dan ook wel niet over hebben eigenlijk. Toch? Want op hetzelfde moment zijn er veel belangrijke dingen te lezen in de kranten. Um, en de bla 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 is de afleiding. Want op hetzelfde moment zijn er in. Um, dat is een staat hier verderop. In um, Berlin-Brandenburg. Um, er zijn 400. Wat was het? Ja, 400 windturbines stilgelegd. Hier om de hoek. 400 windturbines stilgelegd. En niet omdat. Het klimaat is opgelost. Ook niet omdat ze niet meer draaien of, of versleten zijn. Nee, omdat het subsidies verlopen zijn. Het zijn molens die in 2000 zijn gebouwd. En ondanks ze nog eigenlijk prima lopen en draaien. Is het, lopen die subsidieprogramma's af en is het efficiënter om ze, om ze af te breken en er nieuwe voor in de plaats te zetten. Want dan kun je weer 20 jaar opnieuw subsidies opstrijken. Dat is waar mijn laatste film natuurlijk ook een beetje over gaat. Hè? Hoe klimaat wordt gemoraliseerd met, met, met die soft power technieken, waarmee het onder de oppervlakte eigenlijk een smerig en onbeschoft uh, verdienmodel is geworden. En man, ik hou mijn hart vast. We gaan, uh, we gaan wat meemaken deze winter. Um, volgens, volgens meteorologen en uh, astrologen binnen mijn netwerk wordt er een. Nogal een strenge winter voorspelt. Niet qua hoeveelheden sneeuw, maar, maar koud. Veel kouder. Want we gaan ook een, een koudere tijd moeten in plaats van een warme tijd, hè? Wat, wat iedereen zegt. In ieder geval bij ons in Europa. Hè? En onze energienetwerken zijn daar niet op gemaakt. De oude infrastructuur wel. Die is stabiel. Maar de hernieuwde infrastructuur, die werkt simpelweg niet betrouwbaar. Dat kan ook niet en het zal ook nooit komen. Dus onze energieinfrastructuur is gammel en het weer wordt kouder. En je moet je voorstellen, volgens mij een maand geleden was er bij de nieuws hier nog een, een man van een energieleverancier die gezegd heeft dat bedrijven kunnen, uh, krijgen geen stroom meer. Daar moeten ze twee jaar op wachten. Dus ze hebben een pand, ze willen een nieuw bedrijf beginnen, maar ze krijgen geen stroom omdat het netwerk overbelast is en het netwerk kan het gewoon niet aan. Dus die hele in, eh, energieinfrastructuur is gammel en het weer wordt kouder. Nou, de uitkomst van de optelsom is nogal simpel. En dit is mijn voorspelling, of beter gezegd een conclusie die onvermijdelijk zou komen denk ik. Blackouts, stroomuitval, omdat het te koud is en de netwerken overbelast. En een verrassing is dit niet eigenlijk hè. Klaus Schwab roept het eigenlijk al een jaar lang dat we een zogeheten cyber attack kunnen verwachten op ons energienetwerk. <coughs> Sorry. Dus we worden feitelijk al een beetje voorbereid door de elite op een grote stroomuitval. En het zal echt geen cyber attack zijn hoor. Onder die noemer wordt het verkocht. Dat is hetzelfde als. Dat de overstromingen in Limburg en Duitsland worden geplaatst onder de noemer klimaatverandering. Grote globale dreigingen die enkel op te lossen zijn als we gehoorzamen aan het crisismanagement. De elite Brussel, de dokter die men B nodig heeft. We moeten namelijk geloven dat er, er cyber-enemies zijn. Zeer waarschijnlijk de Russen. En nu zijn er wel cyber-dreigingen hoor. Maar niet in deze grootte. Um, maar het zijn, het zijn dan de, de vijanden, de Russen waarschijnlijk. Hè? Dat, dat, dat moeten we geloven. Maar blijf je ogen open houden mensen. Want op het moment dat er uh, een onzichtbare vijand wordt gecreëerd, um, heb je in mijn optiek reden om sceptisch te zijn en tot op de bodem zelf uit te zoeken uh, waar jij de waarheid ziet. Je kunt het dus zien, deze tijd waarin we leven, als een mix tussen hard power en soft power. De soft power wordt gebruikt om je ergens in te laten geloven. Cybertech, Russen, klimaat, virus, dus de angst. En des te sceptischer de samenleving tegenover de angst wordt, des te groter de kans dat de macht overgaat naar hard power. Om uiteindelijk die angst terug te laten komen. Ja. Het was een redelijke, redelijke complexe situatie waar we in zitten. Hè? Maar ik kijk naar buiten, mensen. En er uh, is ook nog goed nieuws. Ik ga dit weekend mijn pompoenen rooien. Tomaten inmaken. walnoten rapen. Dat is mijn eigen kleine wereld waar ik deze zomer voor heb gewerkt. En, dat, en, en, en uh, om dat nu te kunnen doen. Um, is voor mij iets, iets. Wat mij in die balans houdt van. Wat is er loos in de wereld en wat is er eigenlijk daadwerkelijk loos in mijn eigen leven? De wereld bestaat nog, die van jullie ook. En dat is hoe je jezelf ook even kunt resetten. Je kunt je bezighouden met de grote, globale, maar de, de echte focus zit hem altijd in het kleine. Nog kleiner dan lokaal. Daar zit het, daar zit het geluk. Heeft het ook altijd gezeten. Nooit in, in het grote. De echte, echte verandering komt van binnen, vanuit, vanuit jezelf. Dat is een heel cliché. Maar ja, dat André Hazes had ook clichés en ze zijn altijd ook best wel waar als je in die situatie zit. Ik hoop dat jullie een mooi weekend hebben. Ik wens jullie in ieder geval een, um, een heel mooi weekend. En nogmaals, als jullie echt niets te doen hebben en me willen ondersteunen, alsjeblieft download mijn persbericht die onder deze livestream in de beschrijving staat. En stuur dat met je eigen bericht. Uh, wat jij wilt vertellen aan de, aan, de, aan de lokale media. Bij jou in de buurt. Stuur dat door. Stuur het naar politici. Um, tag politici in, in Twitter-berichten, Facebook-berichten. En hang deze film eraan. Hetwin21. Uh, het um, schrijf ingezonde brieven naar de media. Waarom het actuele verhaal Hetwin21 niet wordt meegenomen in hun nieuws. Want nieuws is het. Genoeg Nederlandse raakvlakken. Denk eens over na. De ABN Amro zit er vingersdik in. En zelfs Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten... heeft 30 miljoen euro geïnvesteerd in Infravia's, Europees fonds... van, um, van waaruit het zeg maar, windparken over heel de wereld uh, financiert. Dat zijn Nederlandse um, kapstokken voor, voor de media om dit aan te pakken. Klop, kloppen die systemen nog wel? En wij mensen kunnen dit rechtzetten. Maar moeten zelf die kritische burger zijn en kunnen... Dit bij onze lokale nieuwsmedia heel goed eisen. En des te meer berichten ze krijgen, des te groter de kans dat men erover schrijft. En deze vorm van, van supporteren is voor mij de grootste donatie die jullie kunnen doen. Um, als jullie het verhaal belangrijk vinden. Nog leuk om te melden, is ook dat over twee weken. Ik heb daar een Twitterbericht van, en Facebook staat het ook. Uh, een Q&A heb. Samen met Alexander Paul en ik... Uh, beantwoorden al jullie vragen... als jullie die hebben. Um, dus die kun je sturen naar film... at Ik verzamel ze en... We, we maken daar als het moet twee uur lang van... Uh, we willen zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Um, dus dat we toch jullie... Um, een soort van debat kunnen geven en bieden. Dus uh, spreek dat ook rond... Um, Mail je vragen naar um, Marijn Poels film at of zet het hieronder in de beschrijving, mag ook. Dan pluk ik ze er wel uit. Lieve mensen, ik wens jullie een fijn en vredig weekend. We hebben ze nog niet gehoord, How dare you? maar ze is er nog wel en ze blijft ook nog wel een tijdje bestaan. Um, ik wens jullie allemaal een super fijn weekend. Blijf vredig, blijf lief en um, blijf er ook lol in hebben, mensen. Bedankt voor het kijken en how do we do tot volgende week